Hallo allemaal en welkom bij het Regio Artiestencafé. En ik heb vandaag bij mij aan de bar zitten Kees Plat en Sonja. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Vertel, waar komen jullie vandaan? Wat zijn doen jullie eigenlijk in het dagelijks leven? Ik kom uit Volendam oorspronkelijk. Dan heb je een eind gereden. Dan heb ik een eind gereden. En ik woon eigenlijk heden ten dagen woon ik in Berkhout. Dat is een klein plekje net onder Hoorn. Dat ligt 15 kilometer van Volendam af. Mm-hmm. Dus... Sonja? Ik kom uit Ede. Ede-Wageningen. Mm-hmm. Dus dat is een uurtje ongeveer. Dus dat, ik heb er iets minder lang over gedaan, denk ik. Ja, alleen iets langer met zoeken. Dat moet je niet vertellen. Dat moet je niet vertellen. Ik ga even met Kees aan het... Je bent zinger en songwriter. Ja. Voor wie heb je al zoal geschreven? Of doe je alleen voor je eigen schrijven? Ik schrijf voor meerdere mensen. Mm-hmm. Waaronder mijn maatje Erik Bachhuis en Ron en Gerry. En er zijn nog wel een paar mensen waar ik nummers voor geschreven heb. Mm-hmm. En ik ben mezelf nu een beetje gericht op mezelf eigenlijk en op Sonja. We hebben een prachtig mooi duootje. En we hebben een uniek repertoire voor Nederland. We hebben echt het repertoire van de Cats en van BZN. En in die richting gaan we vrolijk verder dus. Oké. Je hebt in 2015 een Engelstalig album uitgebracht. Ja. Ja, dat klopt. Hoe kwam dat tot stand? Dat waren eigenlijk door de jaren heen verzamelde stukken. Er lag een hele stapel. En ik ben maar eens gewoon eens gaan zoeken. En we hebben gewoon eens gekeken van, dat is misschien leuk, dat is leuk, dat is leuk. Dat past daar en daarbij. Mm-hmm. En toen kwam er een stuk van Tom Jones. En dat had ik nog nooit gehoord. Ik ben toevallig fan van Tom Jones, maar ik had dat stuk nooit gehoord. Ik had ook geen idee, maar dat klopt ook wel, want hij heeft ooit één keer meegedaan in een musical. En toen was hij al eigenlijk Tom Jones zoals Tom Jones was. En okay. De dag daarna ging de musical failliet. Dat is echt waar. Dat is geen grapje, dat is echt gebeurd. Ja. Dus het stuk draait nu nog steeds. Het gaat over een eenvoudige jongen die toreador wil worden en die wordt tegengewerkt door de iets hogere klasse, want die zijn natuurlijk mm-hmm. altijd beter. En hij is eigenlijk de beste stierenvechter van het land, om het zo maar eens te zeggen. En het heet A Boy From Nowhere, heette dat liedje dus. Je hebt ook meegedaan aan The Voice. Ik denk dat de menige kijkers die hier naar kijken het wel hebben gezien. Hoe was jouw ervaringen mee om bij The Voice mee te doen? Nou, ontzettend leuk. Ja, toch? Ja, ontzettend leuk. Eerlijk is eerlijk, ik ben een beetje, ik hou een beetje afstand van dat soort programma's, want ik hou niet zo van wedstrijdjes. Maar ik ben gevraagd. Mm-hmm. En in eerste instantie wilde ik niet, maar ja, ik leef natuurlijk met nog iemand. En die zei gewoon, je moet het doen. Ja. Dus, ik kwam bij de studio en daar gingen we dan. En jouw coach werd Angela Groothuizen. Mijn coach werd Angela Groothuizen. En ja, de muziekbepaling, wat je toen verder ging, want je was door. Ja. En dan ga je naar de tweede ronde. Had je daar zelf nog inbreng bij? Jazeker. Jazeker. Ja. Maar ja, je krijgt natuurlijk wel te horen, want je staat daar. Wij kennen jou al wel langer. Dus degene die zijn ogen dicht doet, die denkt Piet Veerman staat er. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ga niet opscheppen over mezelf, maar ik kan wel, laat ik het zo zeggen, ik kan een hoop kanten op als het moet. Mm-hmm. Dus ik kan best wel wat anders zingen, dat doe ik ook heel vaak. Maar hun kozen voor eerst het nummer van de Cats zelf, daarna voor een nummer van Piet Veerman. En je krijgt een lijstje met liedjes die je moet insturen, maar het liefst zetten ze jou op een ander been. Ja. Om iets te doen wat normaal gesproken niet in jouw comfortzone zit, om eens te kijken wat je allemaal wel en niet kan. Ja, dat... Daar schrokken ze een beetje van. Maar heb je ook wel heel vaak gehoord, buiten de voice om dan, je staat ergens op te treden van, je klinkt als Piet Veerman. Word je dan niet beu van? Of ik wou dat ik als Piet klonk. Het komt niet in de buurt. Ach, ga weg. Piet is de man met het orgel in zijn keel, hè? Ja, oké, maar. Nou, het zal waarschijnlijk zo zijn, omdat we... We zijn natuurlijk alle twee Volendammers. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk alle twee een bepaalde manier van zingen.
Maar ik doe hem niet na of zo. Het is gewoon, we hebben met de Tribute to the Cats Band hebben we 5 liedzangers. Harme is de broer van Kees Veerman van de Cats. Ja. En die hebben dezelfde stem. Ja. Die hebben gewoon exact dezelfde stem. Harme's bereik is net iets hoger dan dat van Kees. Maar ja, zo doen we dat met onze eigen stemmen. En het klinkt, het is Volendams, het klinkt Volendams. En we hebben allemaal een eigen manier van zingen. Maar we persifleren niet, we doen het gewoon met onze eigen stemmen. Je hebt ook een tribute band. Ja. Cats. Ja. Tribute band. Hoe is die eigenlijk ontstaan met degene waar dat je het mee doet? Oh, dat is een heel verhaal. Nou, dat mag wel even. Daar heb ik wel even tijd voor. Nou, kom. Ik was, we waren ooit begonnen met, in het begin was het een band met Rolling Stones, Kings, Van Morrison, The Doors en alles wat in onze tijd uitgebracht werd. Mm-hmm. Toen werd het, toen kwamen de jaren 80. En toen werd het een beetje symfonische rock. Hele grote, ja, grote optredens. Ja. Dat bandje was geen klein bandje in ieder geval. En daarna ben ik in een kermisband verzeild geraakt. Die hebben we opgericht. En die heette Stamvast. En die stond zeker op de Volendamse kermis. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Dat soort liedjes. O jee. En, nee, te gek. Kermis, ja? We speelden kermissen, begrafenissen, scheidingen, verjaardagen. Het maakte niet uit wat het was, overal kwam je ons tegen door Holland. En daar vandaan zijn er 2 man mee gestopt en 2 man zijn er verder gegaan. Mm-hmm. En dat was dus Los van Stamvast. Dus dat heette Losvast. Ja. En dat was alleen een beetje een heel klein in de regio. En vanuit daaruit zijn we de Tribute to the Cats Band opgestart. Nou heb ik jou heel vaak gehoord. Ja. Ook via YouTube, maar ook live heb ik je een paar keer mogen meemaken. Maar ik heb jou nog nooit, en dat kwam ik dus tegen van de week, een Nederlandstalig nummer van jezelf op een podium horen zingen. Ja, dat gebeurt wel eens. Maar hoe kom jij bezeild in het Nederlandstalig? Want ik denk dat je hart toch meer ligt bij het Nederlandstalig. Nou, wij hebben met Stamvast hebben we een Nederlandstalig album moeten maken. En daar waren eigenlijk Mooi Volendam. Mm-hmm. En dat was in 1985 of zo uitgebracht door Canyon. Mooi Volendam. Wij hebben dat gecoverd. Wij hebben dat opnieuw uitgebracht. En dat ging als een speer. Maar alle Nederlandstalige liedjes zijn door ons allemaal geschreven. Ja, ik stond er echt van te kijken. Ik kom die clip tegen. Nou, ik denk, dan zie je Kees staan. En dan komt er bij Kees komt er een Nederlandstalig nummer. Ja, ik ben dat niet gewend. Zo, nee, dat klopt, dat klopt. Maar ik doe het wel eens. En ook heel veel oude beelden van jou terug te zien op YouTube. Want ik denk, nou, is dat Kees? Had ik nog kleuren maar zeker. Ja, ja. Hé, maar hoe heb jij Sonja leren kennen? Tijdens een concert van de Tribute to the Cats Band. En toen kwam ze een keer op een blakke zondagmiddag aan de haven op Volendam. Mm-hmm. En daar is een prachtig mooi klein cafeetje. Ja. En toen komt ze binnen en toen zegt ze, mag ik ook een liedje zingen? Nou, we hadden een prachtig mooi open podium. Mm-hmm. Dus iedereen die binnenkwam en die dacht, we gaan zingen. We gaan dat een keer doen. Nou, het was schitterend. Maar hoe lang doen jullie dit nu al samen? Nee, nog niet zo gek lang. Nou, eigenlijk zijn we in 2020. 2020 zijn begonnen. We heel sumier begonnen met en toen begon ideetjes. Toen kwam de corona. Ja. Dus ja. Dus eigenlijk het evenement wat we meegemaakt hebben in Bouw, was eigenlijk het soort eerste grote evenement voor jullie met z'n twee dan? Ja, we hebben ook in Vinkeveen gestaan. Vinkeveen maar, hebben ja, gestaan met z'n ja. En Wauw was inderdaad wel een van de grotere. Ja. Zou je dat nog een keer doen? Zo gauw als het weer mag, tenminste dan. In Wauw? In Wauw of ergens anders, echt weer zo grootschalig. Mooie Wauw. Oh, zeker. Ja, en er staat ook wel op het programma, heb ik begrepen, hè Marga? Ja, kijk Marga even aan, maar kijk. Want dat is de mevrouw die dat allemaal regelt, ja. Hè? Ja. Jullie zijn ook afgelopen kerst, hebben jullie ook nog kerstliederen ingezongen? Ja. Hoe
hoe voelde dat om dat zonder publiek te doen? Nou, het zal ik je vertellen. Het is heel moeilijk, want je zit voor een camera en je hebt wel de kijkers. Maar ik denk dat voor jullie met het gewone publiek wat we eigenlijk hebben in de zaal... Ja, je hebt geen interactie. Nou, het is voor de camera, het is live, dus het moet in één keer goed. En, ja. Gaat dat ook goed? Of is je wel eens een keer eigenwijs? Want ik heb ook wel eens een keer gezien dat... Wel Kees bij jou op een podium staat en dat jij hem zo aankijkt van, gaan we doen? Ja, nou dat is altijd een verrassing. Dat is altijd een verrassing. Ja. Dat is wel. Ja, zeker. Ik schop altijd alles omver. Ja. Met alles en kijken hoe het publiek reageert. En ik heb eigenlijk, als ik een vast repertoire heb, dat vind ik helemaal niks. Dat is niet spannend. Ja. En je moet naar het publiek kijken, hè? Hoe daarop gereageerd wordt. Ja, want nu ook met die kerstnummers die jullie... Ja, ik denk dat jullie echt met de gedachte aan kerst hebben gezeten van... Hè, het is coronatijd en we willen toch iets naar de mensen brengen met zo'n livestream. Ja. Dan denk ik ook bij mijn eigen van ja... Hè, dan ben je ook weer blij als alles daar weer normaal is. En ja, je eigen muziek ook weer te horen kunt brengen. Het is leuk voor een tussenstopje. Je hebt even een steun in de rug gegeven voor de mensen van we zijn er nog. Precies. Ja. Maar als alles weer kan, dan doen we het weer echt dunnetjes over. Ja, absoluut. En we zijn bezig met een nieuwe single. Voor ons tweetjes. Oh jee. Dus, Nou, daar komen we daar ook nog even op. Maar, bij de evenementen, als jullie samen optreden. Je hebt al verteld, je doet catsnummers, je doet BZN-nummers. Af en toe dan zie ik jullie mimieken wel eens en dan denk ik van, nou, daar staat echt Arnie Schilder. En Jan Keizer, ja, die komt er achteraan gerold en die doet maar wat Arnie zegt. Want jullie ogen, die hoeven maar elkaar aan te kijken. Jullie weten precies wat elkaar doen, hè? Ja, klopt, ja. Is dat zo met repetities? Hebben jullie dat dan ook? Of? Ja, eigenlijk wel. Maar je kunt alles doen in dit vak wat je wil, maar op bepaalde punten moet je het niet zo serieus nemen. Nee. Heb je wel eens bepaalde punten dat je hebt van, nou, moet dat nou? Van elkaar dan? Een soort klein irritatietje, zeg maar? Nee. Constant. Nee. Sorry, wij moeten eventjes daar nog een ander interviewtje opnemen. Dan gaan we, Nee, maar je moet een beetje, kijk, het gaat ook een beetje om het vermaak, maar het gaat ook een beetje om het vermaak van jezelf. Je moet het zelf ook leuk kunnen met elkaar, anders dan wordt het niks. Ja, maar jullie hebben ook wel eens gastoptredens, de laatste keer was Erik bij jullie te gast. Ja. Oh ja, ja. Ja, wij waren toen net weg en toen hoorde ik dat hij met jullie samen Bonnie M had gedaan. Nou, inderdaad. Erik is altijd de rust zelf, hè. Vind je? En hij heeft natuurlijk het absolute rock'n'roll gevoel. En ik zet hem wel eens op het verkeerde been. Dus ik gooide op een gegeven moment Bonnie M. Ja. Toen zegt hij, wat? Zingen. En daar ging hij. Ja. En dat ging helemaal prachtig. Maar ik hou daarvan. Ik hou van af en toe een beetje van... Ja, maar even spontane... Spontane dingen. Ja. Dat houdt het ook een beetje. Dat houdt het ook een beetje. Ja, houdt het leuk in, hè? Ja. Ja, voor jezelf, voor het publiek. Ja. Nou, het publiek hebben we wel bemerkt toen hij daar over die overgang heen liep. Het gefluit en geroep en noem maar op. Ja. Ik heb Erik ook al een keer meegemaakt dat ik met... Ik had dan eigenlijk van die natte doekjes, maar had hij net nog niet opgetreden. En het zweet liep op al zijn gezicht af. Klopt. Ik zeg, Erik, ja, ik zeg, gaat er nog? Ik heb het toch zo warm. Ik zeg hier, ik had al die doekjes bij, ik zeg neem mee, even wijken op frissen. Ja. Maar die man, die kan er wel van, want na 5 minuten dan kan hij beter eigenlijk alweer gaan omkleden. Maar dan hoor je echt die vrouw van, je zou bijna zeggen van, nou Elven staat er zelf, gooit de sjaaltjes maar vast in de zak. Ja, precies. Ja, natuurlijk, maar dat is ook de energie die in de muziek zit. Ja. Ja. Maar ja, je ziet ook dat hij daarvan geniet. Ja. En als ik dan jullie daar nog bij zet en ik heb dan zo'n hele middag meegemaakt, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt genoten. Dan denk ik bij mij, dan heb je een goede chemie met elkaar. Ik krijg het er niet meer. Maar ik zeg, weet je wat het is? En ik denk dat Sonja heeft dat ook. Mm-hmm. Wij schatten ons weg. Ja. Snap je? De iemand komt erbij en dat vind ik net zo leuk als dat ik zelf sta te zingen of dat Sonja staat te zingen. Ja. Dat hoeft niet dat wij iedere keer...
met ons smoeltje voornamelijk bestaan. Ja. Maar je moet ook. Je geeft de ander ook. En je moet een ander ook gewoon lekker zijn ding laten doen. En dat is alleen maar genieten. Nou, ik kan zeker al sowieso zeggen tegen de kijkers: als ze ergens in de buurt een evenement houden, zou ik echt zeggen: ga er eens langs. Want het is echt een hele leuke middag of avond. De hele nacht voorbij. Heb je glas op alles wat bestaat en ook op jou en mij. We werken veel te hard en het is tijd om los te gaan. Dus schuif je stoel erbij, het heeft geen zin om hier alleen te staan. Deze nacht wordt ieder lied gezongen en beleefd. Vandaag gaat alle pijn voorbij, er wordt gefeest. Neem een hand en laat me dromen in jouw warme laag. Er wordt niets van gezegd, maar heus, je kunt er niet omheen. Iedereen spreekt altijd over vrijheid, maar dan nooit alleen. We varen in hetzelfde schuitje, dus heb je glas nog maar een keer. Op ieder eenzaam hart, op romantiek en liefde telkens weer. Het is eigenlijk allemaal ontstaan in 2006 in Spanje. Daar is het begonnen eigenlijk. Ja, daarvoor natuurlijk altijd wel wat gezongen. Maar dat ik daadwerkelijk iets ging opnemen, dat was in 2007. Omdat ik in 2006 kwam ik Koos Alberts tegen. Want ik had in zijn voorprogramma gezongen. In een discotheek in Spanje? Ja, klopt. Ja.
Dus nou ja, hij vertelde, ik heb een eigen studio en dus ik heb daar ook in totaal 13 nummers opgenomen. En daar is dus dan ook een album van. Ik heb in Duitsland nog gezongen, daar zijn 5 nummers van. Ook met een Duitse zanger, daar zijn 2 nummers van opgenomen. Dus ja, dat is wel. Ik heb wel het een en ander. Ja, want je bent echt gevarieerd van Nederlands, Duits tot Frans. Ja. Oh ja, Frans ook nog. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Oh, die heb je ook gezien. Ja, die heb ik gezien, ja. Ja. Nee, maar je hebt ook in bluesbandjes gezeten als zangeres. Ja, ook dat. Ja, klopt, ja. Ja, dat is ook toch een heel ander soort muziek, hè? Ja, zeker. En daar moet je je stem ook toch wel even wat anders. Ja, een beetje geforceerd zingen. Mm-hmm. Het is toch allemaal, ja, een hele andere klank heeft dat. Je zei al, je hebt liedjes opgenomen. Die heb je in de studio van Koos Alberts gedaan. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Had Koos daar ook nog iets bij in te brengen? Of was het echt van, nou, je mag mijn studio gebruiken, maar geef zelf aan wat ik je heb, zelf wil. Nou ja, die studio die huur je dan. Mm-hmm. Henny Thijssen heeft mijn nummers geschreven. Waarvan 3 samen met... ben ik even zijn naam kwijt. Kom ik zo wel op. En dus ja, maar dat huur je allemaal in, mm-hmm, natuurlijk. Dus Henny Thijssen die heeft dan die nummers geschreven. De producer was toen Bart van der Post. Mm-hmm. En, maar Koos, nee, die heeft daar verder niet gezegd van ja, ja, wel zo van ja, misschien een beetje die kant op gaan. Nou ja, wel een beetje gestuurd van nou, daar zou je naartoe kunnen. Qua promotie en dat soort verplugging en ja, andere dingen. Maar niet qua nummers. Dat, in 2007 had je de single De Toreador uitgebracht. Ja, dat klopt. Maar ook een heel rustig nummer Niemand. Ja, ja. Was dat voor iemand? Had je iemand ja, waarvoor het nummer eigenlijk bedoeld was? Nou kijk, ja, die nummers werden door Henny Thijssen geschreven. Dus ik weet niet wie hij... Ja, precies. Kijk, het zijn wel nummers waarvan ik ook wel zoiets had. Oké, die wil ik dan ook wel zingen. Mm. Hè? Je moet er zelf ook wel een beetje affiniteit mee hebben. Dus ja, en dat soort nummers, dat spreekt mij sowieso wel aan. Hè? Dat een beetje wat diepgaande, zeg maar. Toreador is leuk, of olala. Maar dat gaat dan net even wat verder. Het heeft ook echt wel een verhaal. Het verschil tussen toen met de bluesband en nu op het podium staan. Hoe is dat voor jou gegaan? Want ja, je hebt nu eigenlijk studiowerk gedaan. En je hebt wel van tevoren je blues dingen nog gedaan. Maar nu kom je ook weer, net als met Kees, het Engelstalige. Ja. Is er heel veel veranderd in die tijd qua podia gebeuren? Nou... Is er veel veranderd, ja. Nee, ja. Nee voor je gevoel, hè. Van, ja, of, kijk, net als vroeger, dan kom je in een club, dan heb je een aantal mensen staan, ja, die vinden het prachtig. Maar je hebt ook mensen van, nou, ze staat daar te zingen, maar hè, ik heb er verder niks mee. Ja, dat heb je overal wel eens. Ik heb ook wel eens een keer bij een bruiloft gezongen, mm-hmm, waarvan de mensen die gingen trouwen, die waren helemaal... Nou, fan van me, maar er was ook een groepje mensen die hadden zoiets van, wat is dit voor muziek? Iedereen heeft zijn eigen smaak van muziek natuurlijk. Precies, hè? Dus die keken mij zo aan van, ja, ik weet het niet hoor, maar ja. Dus ja, dat heb je altijd. Je hebt ook een nummer Vaarwel, mijn liefste. Ja. Het is het door Thijssen geschreven? Nee, dat is een nummer van de Kloostertalers, Ciao d'Amore. Ja. En ik vond dat zo'n prachtig nummer. Toen heb ik aan Bart van der Post heb ik gevraagd. Zou je daar een andere tekst op willen maken? Wat dan een beetje gaat dat je afscheid van iemand neemt. Mm-hmm. In welke zin dan ook. Dus, en dat is aardig gelukt. Je hebt ook een heel oud nummer opgenomen. Van Mieke. Kind zonder moeder. Klopt. Ja, dat was eigenlijk ook wel een beetje op vele verzoek. Want ik had het nummer wel eens gezongen. Ja. En dat werd zo hier en daar opgemerkt. Ja. En dus toen dacht ik, nou ja,
En het is ook een mooi nummer, althans, dat vond ik toen ook nog. Dus ik heb het opnieuw uitgebracht. Ja, voor mij was dat een nummer voor in de kindertijd, toen ik zelf nog klein was. Nou, ik had het toch op een LP, dat mag je gerust weten. En ik had boven de zolder voor mijn eigen en dan ging het op de platenspeler. En dan stond je boven gewoon echt mee te zingen met het nummer. Tot zover dat je het haalde. Ja. En dan liepen de tranen over je wangen. Want het is eigenlijk een lied met een levensverhaal. Eigenlijk wel, ja, zeker. Mijn moeder had alle LP's van de zangeres zonder naam. Dat was zo'n stapel. Oh, zo. Ja, die heeft en op zondagmiddag, dan ging pa een uurtje naar bed. Op zondagmiddag lekker uitrusten. En dan zette ma zette de LP's op. Ik ken ze allemaal. Heeft je vader nog wel een dutje gedaan dan? Nou, die lag echt tussen de rozen in. Maar daar ging dat op en dan moest er natuurlijk gehuild worden. Dus dan ging er een hoeslaken vol. Oh, ja. En dat kwam bij ons allemaal. Dus ach, vader lief, toch in het lommer van Prieeltje. En weet ik veel wat er allemaal. Dat je dacht, jij, als je het allemaal afluistert... Dan ga je naar een dokter of je gaat naar de haven, je koopt een touw. En... Oh, yes. Nee, verschrikkelijk. Ja. Maar later krijg je dan toch wel door wat ze dan bedoelen met het levenslied. Maar het levenslied heeft een inhoud. En het inhoud is echt wat er echt in het werkelijke leven gebeurt. Speelt, ja. Maar weet je wat nou het gekke is? En dat vind ik wel erg gek. En dat is zelfs heden ten dagen... Zet je zo'n liedje op, zingt iedereen het mee. Hoe kan dat nou? Ja, nog steeds. Zelfs jongeren die doen het nog. Klopt. Ja. En hoe kan dat? Ja, ook misschien wel doorgegeven door de oma. Maar die dus mijn vader ging zondagsmiddag een uurtje te bed. En, nog dus dat is nog steeds. Ja. Kunnen we ook zo zeggen dat ze van jou verwachten dan? Ja. Nou, nee, maar dan doe ik wel die van. Dan doe ik liever die van Jan Boezeroen. Oh. Ja, welke? Van de. De fles? Of de fles? De fles? Ja. De fles? Ja, te gek joh. Ja. Dat soort liedjes, dat was. Op kermissen en dan. Ja. Je had op een gegeven moment een kermis en dan had je had 's middags maar diner, maar je moest ook wel eens 's morgens. En dan begon je om 10 uur. En dan melig natuurlijk. Iedereen had natuurlijk al 4, 5 dagen helemaal compleet. En dan, we gaan lekker melig. En dan begon dat. Nou, dat wil je niet weten. Echt dweilen zo. Allemaal. Met, en iedereen meent, dit is prachtig. Daar kan geen feest tegen op. Ja. Nee, maar toch mis je wel nu de gezelligheid. Nu, het begint, nou, laat ik het eerlijk zeggen, het begint een beetje aan me te vreten. Er moet wat gebeuren. Ja, ja, maar ik denk bij menigen wel. Bij heel veel. Maar je hebt net al een stukje verteld, je hebt plannen. Je gaat samen met Sonja nog iets opnemen. Ja, we hebben grootse plannen, dus... Wordt het één nummer of wordt het ook een heel album? Nee, dat wordt... We zijn bezig met twee nummers. Er komen nog twee nummers, maar die staan nog in de stijgers. Want ik heb zo direct eerst mijn vriend Erik. Oh, komt hij ook weer? Ja, daar gaan we weer lekker mee uit ons dak. Oh, meneer dus. Bachhuis. Hey, ik ben alweer een stukje op de hoogte, hè? Ja, ja. Nou, maar hij weet het al. Hij weet het nou dat ik het weet. Dus die hebben we vorige keer al gehad. Het is wel lekker een. Het is wel een uitdaging, man. En we gaan gewoon lekker door. Heerlijk. Ja, nou ik hoop echt voor jullie dat de boel weer echt gaat draaien. En natuurlijk, we hebben dit interview opgenomen en jullie zullen echt tussendoor ook de clips zien. We hebben een aantal clips uitgekozen. Die gaat onze Saïdje die heel mooi aan vastplakken. En ik zou zeggen, geniet echt van deze mensen. En eerlijk waar, ben je in de buurt van een evenement van hun, ga er echt langs. Ik zeg, ik kan het niet anders... Ah ja, maar er komt ook nog... Nou, kijk. Ik word ook gedirigeerd. Zie je wel. Nou, Sonja en Kees, waar zijn jullie te vinden? Nou, onder andere op Facebook. Op Facebook. En Kees heeft een YouTube kanaal. En volgens mij ook Insta. Keesplat Music, geloof ik. Keesplat Music. Keesplat Music. Ja, en dat kun je gratis op abonneren. Ja, en we krijgen zo direct zelf een eigen, met z'n tweetjes een eigen... Pagina. Eigen pagina, dus. Oh, wordt gezellig. Nou, in ieder geval wil ik jullie hartelijk bedanken dat jullie er waren.
En ik moet eerlijk zeggen, ik geniet ervan. En ik ben blij dat jullie zo'n vlotte babbel hebben. En ik zo lekker dubbel kan praten. Want oh ja, ik heb er nog één vergeten. Oh wie? Als je nou helemaal aan het zoeken bent. Ja. Dus leuk, want dat gaat heel snel. Oh. Kijk dan eens op www.tributetothekidsband.nl. Dat moet je ook doen, ja. Jazeker. Nee, die nemen we allemaal mee. Dus graag tot volgende week. En ik zie jullie nog wel een keer terug. Dank je. Tot volgende week. Ik weet wat mij gelukkig maakt. Leven in het zonnetje. De drank op het bonnetje. Ik geniet van het leven. En wil wat te leven. Hey, had je soms iets te zeggen? Ik hoef niets uit te leggen. De rap op de ronde, ja ik ga ervoor. Al heb je het niet helemaal door. Oh la la, oh la la. Laat de zon voor altijd schijnen. Oh la la, oh la la. En de zorgen gaan voorbij. Van alles in het leven. Oh la la, oh la la. Ik weet wat mij gelukkig maakt. Oh ja. Oh, die buurtjes van mij dan. Gezwam en gezwijgel. Wat mij gelukt.